Ja, hallo allemaal, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Train Simulator 2022, met Bliefjes natuurlijk. En vandaag is de bedoeling dat wij de IC2000-serie van Deventer naar Apeldoorn gaan rijden, en dat we deze trein geschikt moeten maken, maar ik weet niet wat er met mijn trein aan de hand is, maar... Ja, ik vind het toch wel de meest bijzondere trein waar ik ooit meer gereden heb, moet ik zeggen. Ik weet niet precies wat hier allemaal aan de hand is en waarom de NS mij dit meegeeft. Maar we moeten dus geen meer rijden. Dus laten we even kijken of dat überhaupt mogelijk is om daar mee te kunnen rijden. Maar eens even kijken, laten we eens tractie geven. Krijgen we dat ding überhaupt vooruit? Lijkt op van wel trouwens. Nou, het lijkt erop dat we wel de bende een beetje in beweging krijgen. Ik denk trouwens ook dat ik... dat de eerste keer dat ik überhaupt zo'n trein heb mogen besturen in ieder geval. Maar ja, je weet wat ze zeggen. Eens moet natuurlijk wel de eerste keer zijn. Dus, dat dacht de NS misschien ook. Want ja, eens moet toch de eerste keer zijn. Dus we zitten toch een beetje met materialen tekort. Dus ja, we kunnen nou overal een beetje inzitten. Dus dat is wel gezellig. Ik denk dat die mensen nu ook wel denken van, nou, wat krijgen we hier nou weer helemaal? Ik heb nog nooit zo'n trein zien rijden. Nee, ik zelf ook niet eigenlijk. Ik bedoel, ja. Hoe vaak komt het voor dat je überhaupt zo'n trein ziet rijden eigenlijk? Ja. Ik denk nooit. Ik denk dat het materialentekort nu wel een dingetje is inderdaad, maar... Ja, ik rijd nu als 24 miljoen verschillende vervoeren volgens mij. Het heeft toch wel iets inderdaad. Vooral met die buffel achteraan, dat maakt het helemaal af, vind ik. En dan kunnen ze straks ook donders hard mee gaan scheuren, denk ik. Voor de rest is dit op zich een redelijk normale aflevering. We hebben wel heel veel bakken met ons mee, dus Ik denk wel dat ik hem echt even bij bakbordje 10 neer moet gaan zetten, inderdaad. Anders kun je niet helemaal op het perron neerzetten. Zo. Dus even kijken, kunnen we ook gewoon de deuren hier allemaal open krijgen? Is dat een probleempje? Nee, gaan we gewoon open. Nou, prima. Nou, dan ga ik nog even mijn koersborden goed zetten. Want we zijn desnoods altijd nog steeds de trein naar... Apeldoorn. Dus laten we het gewoon even netjes overal opzetten. Ik zou alleen niet weten waar ze... Ja, dit snapt er gewoon helemaal niks meer van. Je denkt van, ja, ik weet niet waar je naartoe wil, vriend, maar... deze geeft wel Amersfoort door, ja? Amersfoort nog wel. Oké. Geen probleem. Gaan we doen. Waar gaat die naartoe? Ook naar Amersfoort. Supermooi. En die? Waar gaat die naartoe? Sprinter naar Heino. En deze gaat naar Altenburg. Nou, moet heel veel gekker worden. En die dan? Die gaat gewoon ergens naartoe. Oké, dat kan ook. En de Buffel dan. Bad Bentheim. Nou, zo gaan we allemaal wel ergens heen. Ja, je moet er wat te doen hebben, zou je denken, of niet? Ik vind het gewoon prima, dit. Ik snap ook niet wat het probleem is. Ik rijd wel vaker met zulke treinen. Jullie niet? Is wel een screenshot waardig, of niet dit? Ja, ik vind het wel. Ook gewoon dat ik de bak wordt er gewoon netjes op Apeldoorn zet. Dat maakt het al helemaal mooi. Kijk maar. Zo. Hartstikke. Kijk, dat is nog de mooiste screenshot die je kunt maken. Wat een beetje ruimte overhoudt trouwens voor de plaatsnaam. Zo. Maar ja, het lijkt erop dat wij mogen gaan vertrekken. Op een of andere manier zijn we vertrek gereed. Waarom? Dat weet niemand. Maar goed. Ik hoor een ICM. Ik hoor een firm. Ik ben benieuwd hoeveel treingeluiden we door elkaar te horen krijgen. Ja, hier ook nog een beetje ICM. Dit is firm. Oh, gaat te snel. En de buffel. En dit oude verhaal nog hierachter. Wow, kan allemaal. Mooi. Als we straks ook mee mogen gaan scheuren, dan teken ik ervoor. Nou, je krijgt wel de mooie geluiden van de ICM erbij in ieder geval. Dus daar gaat het nog een beetje om, toch?
Hoe zullen de mensen überhaupt naar zijn spoor staan? Stel je voor, je bent hier als spotter. En je ziet, als trainspotter zie je in één keer dit aankomen. Ik bedoel, dan denk je toch ook van... Wat is hier nou eigenlijk precies aan het pootje, jongens? Ik snap er echt helemaal niks van. En dan snap ik ook wel heel goed dat je daar niks van snapt. Want zeg eens nou, met hoeveel vervoerders rijden we momenteel eigenlijk? Veel te veel. Maar we mogen wel sneller rijden. Oh, dat is ook de eerste keer dat we de buffel zo snel zien scheuren trouwens. Die zal ook helemaal niks van snappen, die buffel. Die denkt van, oh my god, ik ga me snel gek. Ja, nee, oké. Ik bedoel, uiteindelijk gaan we toch uit van de snelheid van de ICM, lijkt me. Dus als het goed is, moeten we gewoon die buffel mee kunnen trekken. Wel bijzonder dat we trouwens alleen maar hier en hier kunnen zitten, in de passagiersgedeelte. Kunnen op zich niet meer nemen helaas, maar goed. Nou, deze bende gaat gewoon nog lekker mee, dat is prima. Als het maar meer blijft gaan, vind ik het allemaal goed. Ah, het lijkt wel gewoon... Ik denk dat deze trein nu gewoon denkt van... Wacht even hoor. Oh ja, dan zitten we deels in de firm. En dan zitten we in de GTW. En dit is ook een GTW... Vlucht. Oh ja, deze trein zal wel denken van... Wat de hel is dit, jongens? Die zal wel helemaal in de war zijn, denk ik. Die heeft nog nooit zo snel gereden. Hallo? Oh ja, we komen zo door Twello. Nou ja, de auto's stoppen in ieder geval wel netjes. Dat scheelt weer. Yes, ik vervoer. Doei. Oh, die auto's stoppen nu wel netjes. Mooi zo. Hoort ook zo, hè. Stop is netjes. Nou, alsnog houdt het gewoon prima vol. Ik bedoel... Ja. Ik zie geen... Ik zie mogelijkheden, NS. Ik bedoel, jullie zouden dit gewoon prima kunnen uitvoeren, toch? Ik denk dat ze nu wel kunnen zeggen van, nou, wagontekort. Hier niet hoor. Gewoon aanhouden. Alleen die wagon van de firm, die is compleet de weg kwijt. Die snapt het niet meer. Want die bakborden zijn gewoon helemaal naar zijn gootje gegaan namelijk. Dat is ook één groot geel gebied geworden volgens mij. Die snapt er helemaal niks meer van. En we kunnen straks ook gewoon zeggen van jongens, we koppelen gewoon die buffel af. Ik bedoel... Ja, die zijn zo oud. Die laten we gewoon lekker op het spoor staan. Althans, ik zit even te kijken. Mag dat? Mag dat? Want ik weet niet of iets achter ons rijdt. Rijdt het achter ons? Zover ik zie, rijdt er niks achter ons. Nou, oké. Okay, dan wordt dat als een stoptrein. Dus die moeten we dan bij... wat is het? Bij Apeldoorn ergens laten stoppen, denk ik, hè? Een stoptrein. Dat is belangrijk. Even kijken als ik ook weet welke twee dat moeten zijn, trouwens. Ik denk dat deze twee zijn. Deze twee hierachter. Die zouden dat moeten zijn. Dus aangezien dat deel van de trein is de stoptrein, zeg maar. Dus die stopt zometeen bij... hoe heet dat stuk ook alweer? Bij... ja, die stopt zometeen bij Osseveld. Dus die gooiden we daar zometeen even uit. Kan wel, toch? Ik bedoel, ja... Het is leuk dat jullie er zijn of zo, maar...
Ik bedoel het ook alweer, dat je, je kunt toch gewoon wel, dat ik sleep. Oh ja, zo was dat. Bingo. Ik bedoel, hoe zitten jullie überhaupt aan elkaar? Heel erg bijzonder. Maar goed, jullie gaan er zo meteen uit. Want jullie zijn namelijk stoptreinmaterieel, hè? Kom nog even een sprinter komen tegemoet. Hallo, niks aan de hand hier. Nou, even kijken. Ik denk dat dit op zich wel een goede plek is. Nou, doei. Stoptrein. Klik. Is het eraf? Volgens mij niet, dat wel. Ah, doei. Jullie zijn nu stoptrein. Later. Ja, niet daar stoppen. Jongen, jongen, jongen. Ik moet ook alles hier doen, hè? Even kijken. Dan lever ik deze wel af, oké? Doei, jongens. Afkoppelen, please. Nu. Ja, doei. Ah, shit. Verkeerde. Terugkomen. Wil liever terugkomen, jongens. Ah, shit, zeg, stopt. Verdorie. Ja, daar moest je niet stoppen, natuurlijk. Oh. Ja, 80. Ik rij al 80. God, jongens. Dat was het verkeerde treinstel. Darn it. Ja, oké. Okay, nou. Jongen, jongen, hé. Nou, dan had ik die ook wel achter. Voor de zekerheid. Oh, het lukt het wel om weer aan te koppelen. Trouwens, als ik nu ga remmen, hè. Koppel ik hem dan weer aan? Nee, hij remt dat te hard. Hij gaat direct op de noodrem waarschijnlijk. Ik moet ook remmen naar 40 trouwens. Kunnen we ook helemaal niks? Nou, gewoon direct die noodrem in gedrukt houden. Echt waar, jongens. Ja, nou. Sorry dat ik het zeg, meneer de SGM, maar jou heb ik ook niet echt nodig, of wel? Wat voor een toegevoegde waarde heb jij nog? Niet veel, hè? Nee, dat wil ik ook zeggen. Doei! Zo, later. Ik neem mijn eigen trein wel mee. Dit is ook verder heel erg normaal. Ik bedoel, zo komen treinen elke keer aan op het station. Daar moet je niks van aantrekken, dat is gewoon zo. Hoe reed je trouwens zonder pantograaf? Ik kom er nou nu pas achter. Hij kan ook geen tractie meer geven. Ik kan alleen maar remmen. Ik kan geen tractie meer geven. Kan ik überhaupt nog remmen dan? Want tractie geven kan ik niet meer namelijk. Ik kan de tractiekraan helemaal opengooien, maar doet helemaal niks. Hij kan er wel remmen. Oké. Okay. Dat is wel een beetje belangrijk, namelijk dat hij kan remmen. Dames en heren, volgend station Apeldoorn. Deze trein rijdt niet verder. Want we hebben mis onze pantograaf namelijk. En dat is een klein beetje lastig. Rem nou gewoon. Ik eet toch voor bakpotje 2. Top. Nou, we hebben mensen netjes aan laten komen, dames en heren. Ik hoop dat je hebt kunnen genieten van deze episode. Zowel doe dan even een blauw duimpje omhoog als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En als je graag meer van mijn afleveringen wil zien, kun je uiteraard abonneren op dit kanaal. Voor nu iedereen, heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.